dat dit ontstaat. Ik wil even wat zeggen. Ja. Ik ben zo blij voor de jongens en voor iedereen, ook voor mij. Omdat het de eerste keer zo prachtig weer is. Ja, ongelooflijk. Het is ongelooflijk. Het regent altijd, storm. Ja. Alles waait weg. Ja. En het is mooi. Perhaps this final act was meant to clinch a lifetime's argument. But nothing comes from violence. And nothing ever could. For all I was born beneath an angry star. Lest we forget how fragile we are. On and on the rain will fall, like tears from a star, like tears from a star. Hoe belangrijk een gitaar is voor een muzikant. Is dat heel persoonlijk of valt dat wel mee? Nou, sommige mensen die echt, dat snoertje krijgt een beetje. Dat is toch wel een verlengstuk van hun. Van hunzelf. Sterker nog, je hebt gitaristen die gewoon het niet toelaten dat jij mag spelen op hun gitaar. Ja. Wat is dat dan? Kijk, het is een beetje zoals een wielrenner die geen racefiets zou hebben, weet je. Je identificeert je ermee. Het is je leven geworden. Ja. En zo is dat hele gebeuren van Plug ook jouw leven, hè? Ja. Ik identificeer me ook wel echt met met de winkel inmiddels. Ja? Ja. Je bent er ook mee eens? Je hebt het wel geaccepteerd? Ja, ik voel me echt wel. Ik voel me de winkel zelf eigenlijk op een gegeven moment. Hoe zie jij namelijk het vervolg ervan? Het vervolg van de winkel? Ja, als jij stopt. Nou, ik denk dat op een gegeven moment iemand zich zal aandienen, hè? Op het moment dat ik een jaar of 95 ben of zo. Ik zal nog een tijdje doorgaan. Zolang het fysiek goed gaat, dan zal het blijven doen, natuurlijk. Ja, maar het lijkt me heel leuk als het blijft bestaan, sowieso. Ja. Maar jij denkt dat het ook gaat gebeuren? Ja, ik heb er wel vertrouwen in. Ik denk dat iemand zich wel aandient. Mm. De nieuwe generatie die dan denkt van, daar gaan we eens even fijn mee door. Maar ga jij dan optreden als een soort adviseur? Afhankelijk wel, natuurlijk. Ja. Dus jij wil wel het signatuur? Het lijkt me leuk dat het blijft. Ja, precies. Ja, dat het blijft bestaan nog zijn. De Plug. Hè? Ja. Ja. Ik wil wel eigenlijk al van tevoren zeggen tegen iedereen die mee gaat doen aan Woodstock. Hè, want daar gaat het eigenlijk over. Gaat het om, ja. Van dat ik eigenlijk heel erg vereerd ben dat iedereen toch zo graag wil spelen. Hier voor de deur van de Plug, weet je wel. En eigenlijk belangeloos voor wat drankjes en misschien een hapje of zo. Maar ja, dat is natuurlijk hartstikke leuk. Dus misschien dat we, als de film klaar is, dat we dat kunnen geven aan iedereen die mee heeft gewerkt. En aan de crew natuurlijk. Hè, die, ja. Geweldig. En de cameraman trouwens. Ja, hoe heet hij ook alweer? Sympathieke vent ook, ja. Ik meen dat hij, ik weet niet of hij... Dat is bij Tony, hè? Tony heet hij. Maar hij is nooit komen opdagen, hè? Nee, ik zit nog steeds, want hij zou eigenlijk die film gemaakt hebben. Dat is het absurde, weet je. Do you remember when it first night of September? Love was changing the mind of pretender while chasing the cloud.